De Roelvinkjes hebben hun luxe leventje in de chique PC-hoofdstraat in Amsterdam ingeruild voor een sober leven in een minimumwijk. Voor het programma Even Geen Cent te Makken moeten de luxe paardjes een maand lang rondkomen van een bijstandsuitkering van slechts 1000 euro. En dat valt de familie zwaar. Heel zwaar. De Roelvinkjes krijgen vandaag bezoek van oma Dien. En dat komt goed uit. Hey Dien. Hi lieverd. Hi Don. Want de boys willen hun bijstandsbudget een beetje opwaarderen. De auto is stuk. We hebben geen geld meer om dit te maken. Nee. De wasmachine is stuk. Kijk. Het is niet dat je in de bijstand ook een zwembad erbij kreeg. Oh. De douche loopt niet meer door. Wat een armoede. De vaatwasser is stuk. Maar die twee doen gewoon echt helemaal niks. Je vader ook niet? Nee, helemaal niks. De leuningen van de trap liggen eraf. Dus we gaan zo, als je het gezellig vindt met z'n drietjes, even naar het casino. Casino? We gaan alles wat we hebben, gaan we op rood zetten. Nee. Anders sterven je van honger. Is de familie straks bankroet? Oh. Meer die bal. Of zijn de Roelvinkjes geboren goudhaantjes? Nou, hoe dit afloopt is woensdagavond om 20:30 te zien in een nieuwe aflevering van Even Geen Cent te Makken op 6.